Het is een wereld van verschil. Deze Norbertinesse en deze musicalnonne. En die twee werelden ontmoeten elkaar gisteren in Klooster Catharinadal in Oosterhout. De hartelijke ontvangst was ook voor Carolina Dijkhuizen, de nachtclubzangeres die in Sister Act haar toevlucht zoekt tot het klooster en het op stelte zet. Heb je de ondeugende non in dit klooster ook al gevonden? Ja, ik heb ze al gezien hoor. Ja? Ja, dat zijn toch de nonnen met meer de sparkles in de ogen, hè? De musicalsterren kregen een rondleiding door het eeuwenoude klooster. En daarna kreeg Simone Kleinsma de eerste cd uitgereikt van de Nederlandstalige Sister Act. Uit handen van haar echte collega. Moeder Overstes onder elkaar. Wat heeft u nou voor tips voor haar? Heel goed luisteren, ja. Soms een beetje streng zijn, ja. Maar vooral lief hebben. Ja, nou, ik probeer het alle drie. Ja, en lukt dat een beetje? Ik geloof het wel. Wat leert u hier? Oh, wat leer ik hier? Nou, vooral wat moeder, de echte moeder Overstes zei. Er is één heel gemeenschappelijke noemer. En dat is dat jullie en wij de opdracht hebben om met ons leven vreugde te verspreiden naar andere mensen toe. Het wordt bijna nooit zo mooi gezegd en daarom staan hier op Mooie emotionele woorden, maar eerlijk, er zijn ook verschillen. Want swingen op Catharinadal? Dat deden we vroeger wel, hè. Momenteel is er een beetje af. Want, hoe is het met de heupen? Zijn ze nog een beetje los? Nou, ja, er is al een protheesje in. Jezus.